Vanavond halve finale tegen Lone Lions. Hoe staan de dames ervoor? Goed. Wij hebben een tijdje rust gehad in verband met het nationale team wat de Europese kwalificatiewedstrijd heeft gespeeld. Daar waren Lois en Jill van bij betrokken vanuit ons. En we hebben afgelopen zondag tegen CTO gespeeld. Waarbij Chris haar eerste minuten weer heeft gemaakt. En we gaan dus steeds verder richting een fitte en complete selectie. Dat is wel fijn richting het einde van het seizoen voor ons. Die hebben jullie van Lone Lions dit seizoen twee keer verloren en één keer nipt gewonnen uit. Wat zegt dat voor die wedstrijd van vanavond? Niks denk ik. Vanavond de beker halve finale staat de wedstrijd op zich. Eén wedstrijd en je moet daar goed in spelen en je staat in de finale. Binnenland, mooie fiche ook voor ons om er weer een keer tegen binnenland te spelen in de finale. Maar goed, daar moeten we eerst vandaag het obstakel overwinnen, dat is Loon. Ja, het speelt tegen Lone Lions aanstaande zaterdag voor de competitie weer. Hè? Is nou één van die twee wedstrijden belangrijker dan de ander? Deze is belangrijker dan de competitie, zeker. Hier kunnen we nog een prijs mee pakken en of we nou winnen of verliezen in de competitie, dat maakt voor de ranglijst niet meer zo heel veel uit. We zijn eigenlijk praktisch al geplaatst daarvoor, dus dat moet er heel gek lopen, willen we de play-offs mis gaan lopen. En uiteraard willen we ze beide winnen, maar vanavond is wat de belangrijkste. Nu heb je ook René van der Wielen bij je op de bank zitten. Hè? Welke afspraken hebben jullie onderling wie wat doet op zo'n bank? Wat is de rolverdeling? De rolverdeling blijft hetzelfde zoals die was. Ik als hoofdcoach, Anouk als assistent en René als ervaren assistent op het einde van de bank. Daarin doet hij zijn ding, de meiden motiveren, individueel stimuleren, mij af en toe wat van aanwijzingen voorzien. En dat heeft ons tegen binnenland goed gedaan en was fijn, ook voor het team. Dus dat hebben we er zo in gehouden. Even de laatste vraag. Chris Biesters, weer helemaal fit? Doet ze weer helemaal mee? Chris is eigenlijk helemaal fit. We zijn nog wel, ze is nog wel een beetje gelimiteerd aan de minuten. Dus ze zal geen 30, 40 minuten gaan spelen vandaag, maar ze gaat zeker meedoen. Lois Wetterveel, gefeliciteerd. Finale van de beker. Wat was dit voor een wedstrijd? Met heel veel ups en downs. En heel veel spanning. Ik denk vooral op het einde dat we onwijs goed hebben teruggeknokt. Dat we het derde kwart heel slecht starten. Dat we echt een 12-0 run of zo tegenkrijgen. Maar dat we ons heel goed herpakken. En dat we, denk ik, uiteindelijk verdiend winnen. Maar dat we het niet zo moeilijk hadden hoeven maken. Ja, je zegt het zelf, hè? Een wedstrijd met ups en downs. Je staat op een gegeven moment ook 12 punten achter. In het vierde kwart trek je dat dan recht. Waar haal je dan de veerkracht in één keer vandaan? Nou, ik denk dat we geen moment hebben gedacht dat we gingen verliezen. Als je naar onze rotatie kijkt en naar hun rotatie, ze hebben gewoon een hele kleine rotatie. Ja, en daar moesten we het ook van hebben dat wij gewoon nog steeds konden gaan en konden gaan. En dat we op een gegeven moment een spel hadden wat goed werkte en dat we daar veel energie en kracht uit haalden. Je speelt 4-3 punters, 21 punten. Hoe lekker is dat? Ja, heerlijk. Voor het eerst dit seizoen dus. Ja, is heel fijn helemaal in zo'n wedstrijd. Dus. Roe Jongeling, een wedstrijd met ups en downs. Het begin was wat stroef, hè? In het vierde kwart speelde je ontzettend goed. Hoe kwam het in één keer? Ja, ik denk toch, het gaat er nu om. Ik weet niet, ja, ik pakte een rebound en opeens voelde ik meer energie. En ik ging ervoor. Alles of niet, dus het maakt het toch niet uit. Ja, je wil winnen natuurlijk, maar als je die laatste rebound bijvoorbeeld, als ik hem niet had, dan hadden we nog steeds gelijk gestaan. Maar heb ik hem wel, dan zie je waar het tot leidt. Want wat gebeurt er dan met jullie als team als je zo achter staat en je maakt in één keer 5 punten achter elkaar, hè, in het vierde kwart. En in één keer begin je dus het verschil te zien. Hoe komt dat in één keer?
ja, de ballen vallen, het voelt gewoon goed. Iedereen gaat er weer voor. En ik denk toch weer even een beetje het geloof van ja, zie je, we kunnen deze wedstrijd toch winnen. En dan gaat alles goed. Lois, in de competitie staan jullie vierde. Het is bijna wel bekeken, hè. De play-offs die haal je wel. Hoe belangrijk is deze wedstrijd ook weer na aanstaande zaterdag? Want dan kom je ze weer tegen hier, hè? Ja, ik denk heel belangrijk. Ik denk dat we er heel veel uit kunnen halen als we de video terugkijken. Ja, en dat we gewoon heel veel punten hebben waar we ze nog meer op kunnen pakken, zeg maar. En ja, na de play-offs toe denk ik ook wel dat het voor ons vertrouwen ook heel goed is dat we zo'n wedstrijd dan pakken. Voor jou de eerste bekerfinale tegen Binnenland. Ja, het is een beetje haat-liefde verhouding, hè? Lek Detect tegen Binnenland. Dit jaar maar gewoon pakken, of niet? Ja, lijkt me wel. Na zo'n wedstrijd denk ik dat we alles kunnen winnen. Zelfs met tegenslagen, dus we gaan ervoor, ja.